van de hand van Gerrit Polak, rij-instructeur bij Kans 38 jaren, is zijn tweede boek verschenen en dat is Zo leer ik autorijden. De presentatie die heeft er vanmorgen plaats gehad in boekhandel Vaco aan de Domineestraat en dat in aanwezigheid van tal van genodigden die dan aan het eind ook een exemplaar in ontvangst mochten nemen. Wij van TBN Prime Alert hadden ook een vraaggesprek met de schrijver, tevens rij-instructeur, die veel meer vertelt over zijn pennenvrucht. De beelden zijn vastgelegd door Gerrit Polak, rij-instructeur, Zo leer ik autorijden. Is dit uw eerste pennenvrucht? Niet mijn eerste boek. Mijn eerste boek is Theorie. En dat boek heet Klaar voor het rijexamen. Zo heet dat theorieboek. Dit boek is mijn tweede boek, praktijk. Dus wij hebben in Suriname zowel theorie als praktijk voor wat betreft het motorrijtuigenonderricht. En waarom wilde u dit graag in boekvorm uitgeven? Dus je hebt die kennis, dus is het een drive om het te doen. Want je kan schrijven. En dan schrijf je, je tekent wat erbij behoort. En je houdt rekening met de verkeersveiligheid die je ook wil laten opkrikken. En dat is een drijfsfeer om ook te gaan schrijven. Vooral dat praktijkgedeelte, want daar is het, dat is het punt eigenlijk. En hoe lang bent u al rij-instructeur? Zeg maar 38 jaar. En 38 jaar toen u begon met nu, hoe is het? Nou, ik moet eerlijk zijn, ik doe het werk, maar het punt waarmee je bezig bent en blijft, is hoe etaleren de leerlingen zich. Heb je leerlingen van wie je zegt, het gros wil, gaat ervoor, of het gros wil het rijbewijs, maar nagenoeg wil die persoon niets doen. Dat moeten we. Ik breng dat wel duidelijk naar voren. Ja. En wat, zo leer ik autorijden, hoe leer je dat? Nou, je leert dat omdat er algemene verrichtingen zijn die je zult moeten doen. En je hebt ook bijzondere verrichtingen die je ook zult moeten doen tijdens het examen. En al die onderdelen worden op correcte wijze step by step behandeld. Zodat de leerling bij de praktijklessen weet hoe te handelen. Tenminste, weet hoe correct te handelen. En als rij-instructeur, bent u tevreden met de manier hoe theorieles en praktijkles wordt gegeven? Wat theorie betreft, daar ga ik niet zoveel over zeggen. Maar praktijk, ja, daar heb ik wel mijn denken over. Mijn kritiek over. Maar met dat boek, het was ook een drijfsfeer om het te schrijven. Met dat boek zullen de collega's, rij-instructeurs, een handleiding hebben om goed te gebruiken. Ik zeg nogmaals, om goed te gebruiken. Dat boek is dus bestemd voor wie? Mooi, dat boek is bestemd voor zij die willen beginnen om auto te leren rijden.
zij die vergevorderd zijn, zij die een rijexamendatum hebben en zij die in het bezit zijn van het rijbewijs als refreshment. Toen we binnenstapten, hoorden wij u zich richten tot uw gehoor hier, maar u had het met name over het parlement, onze DNA-leden. Wat is uw zorgpunt? Mijn zorgpunt is, de DNA-leden, zij zijn de groep van personen in het land die zorg dragen voor de wetten, voor de regelgeving. Zij maken wetten. En dan is het de opdracht aan hun dat zij, die gekozen zijn door het volk, wetten produceren. Daarvoor worden ze betaald. En dat betekent, maak wetten om de verkeerscriminelen harder aan te pakken. En dat bleef weg. Maar ze maken mee hoe verschrikkelijk het is in het verkeer. Wat er allemaal gebeurt, lijkt zonder hoofd. Het is toch verschrikkelijk. En maken de assembleeleden dat niet mee? Wel, ze mogen boos worden. Polak zegt dat. En zou het niet verstandig zijn, heer Polak, om dan ook zo'n exemplaar aan het parlement te geven? Nou, ze mogen naar FACO komen en zo'n boek aanschaffen. Want ik mag u zeggen, ik heb allemaal elke assembleelid geschreven en gevraagd. Zijn jullie bereid wetten te maken? Niet één heeft gereageerd. Niet één van de 51. Daar heb ik u alles gezegd. U zei het al, heer Polak, dat u zich net richtte tot het parlement. Maar vaak genoeg wanneer we zware aanrijdingen hebben, zoals u dat net noemde, een lijk zonder hoofd. Dan, wat men zich dan ook vaak genoeg afvraagt is, manier van lesgeven. En is dat wel juist? Want wanneer we zien dat mensen in het verkeer toch nog zoveel brokken maken? Wel, we moeten eerlijk zijn, hè. U doet uw werk goed. Uw keuze was niet in de criminaliteit te gaan. Uw keuze is gebaseerd op uw gedrag, uw mentaliteit, uw karakter. En u doet het werk naar behoren. De leerlingen krijgen de lessen goed voorgeschoten. Wat ik gedaan heb met mijn theoretische boek en mijn praktische boek, vooral praktijk, is om die discipline streng aan te pakken, aan te wakkeren, om het te laten gebeuren. Want dat boek gaat niet over, u zou dit kunnen doen. Nee, u moet het zo doen. Het is op de wet gebaseerd. En wanneer wij ons daaraan houden, omdat we de lessen volgen, correct volgen, en het gaan toepassen wat we geleerd hebben, dan is het goed. Maar wat gebeurt er? We zijn eenmaal in het verkeer met de rijbewijs op zak en we doen maar wat we willen. En dat is wat er steeds gebeurt. En het is dan de assemblee die daar een halt aan moet toeroepen. Want u maakt geen wetten, ik ook niet. De assemblee maakt wetten, daarvoor worden ze betaald. President Desi Bouterse heeft een gesprek gehad met een delegatie van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS. Hij heeft de medici een paar dagen de tijd gevraagd om zich diepgaand te beraden over wat er is besproken. Er is gesproken over de bezorgdheid van de VMS naar aanleiding van de uitspraken die zijn gedaan door Humphrey Hasseret als hoofd medische dienst van het staatsziekenfonds in het radioprogramma Bakanatori. Ook de ontstane spanningen door de
briefwisseling tussen het ministerie van Volksgezondheid en de VMS over contracten met medici is aan de orde gekomen. In een gezamenlijke verklaring zeggen president Bouterse en de VMS via het NII dat partijen aan het eind van de week weer bij elkaar komen om zaken verder te bespreken. Tot dan hebben ze afgesproken om een persstilte in acht te nemen.